Welkom Ram bij jullie maandreading voor de maand oktober als het gaat om liefde en relaties. Dit is een algemene reading voor iedereen die Ram in zijn zon, maan, Venus of ascendant heeft. Het hoeft niet voor iedereen te resoneren, dus neem gewoon mee wat voor jou van toepassing is en laat de rest achterwege of voor iemand anders. Ik heb al een aantal orakelboodschappen voor jullie getrokken en ik heb ook al een aantal tarotkaarten voor jullie op jullie energie, de energie van de persoon waar je op dit moment aan denkt en een eventuele uitkomst en die zal ik ook verder gaan verklaren. Dus we beginnen meteen met jullie reading. De eerste boodschap die eruit is gekomen voor jullie Ram is romantische gevoelens. Je gevoelens zijn het waard om te onderzoeken. Dan hebben we het is veilig voor je om lief te hebben. Open je hart om de hoogste energie van alles liefde te ontvangen en te geven. Het binnenroepen van jouw soulmate is de derde boodschap. Jouw gebeden, je affirmaties, je visualisaties zullen jou helpen om jouw soulmate aan te trekken. En dan hebben we vergeven en leren. Wanneer jij het verleden loslaat en hield van het verleden, dan zul je in je huidige leven meer liefde ervaren. Dus wellicht hebben jullie op dit moment romantische gevoelens voor iemand. Het is veilig om lief te hebben en om liefde te ontvangen. En door het verleden te healen, het verleden los te laten, ja, zul je ook in staat zijn om voor de volle 100% je liefde te geven aan iemand. Ik heb het gevoel dat jullie aan het manifesteren zijn met deze kaart calling in your soulmate, je soulmate aantrekken. Dat jullie wellicht praten met engelen, gidsen, het universum, met God. Dus kijk hoe het voor jou resoneert. En dat je op die manier vraagt om die liefde in jouw leven. Of een bepaalde persoon in je leven. Dan hebben we van de Island Time Wellness Deck. Verslaving. Dat is de eerste kaart die eruit komt. Een relatie waarbij er sprake is van een of andere afhankelijkheid, obsessie, willen controleren, zeg maar, de controle willen houden over iemand. Dus we zullen zien waar die kaart voor staat. Dan hebben we de camera. Terugdenken aan een situatie uit het verleden, leren van het verleden en herinneringen maken. Dus dit kan inderdaad te maken hebben met een relatie waar jullie wellicht nog aan vastzitten, of een bepaalde persoon, een situatie, een obsessie, iemand waar je nog afhankelijk van bent of andersom. En dan hebben we de Grim Reaper. Deze relatie is voorbij, Ram. Geen tweede kansen, groei en transformatie in je leven. Transformeer jouw leven. Dus dit kan inderdaad gaan over een situatie uit het verleden die je los moet laten. En dat ligt hier ook. Laat je verleden los en heal van je verleden. Het kan voor jou staan, kan voor je persoon staan. Geen tweede kansen. En tweede kan ook geen derde, vierde, vijfde kansen zijn. En dan hebben we de vlinder. Een hele mooie kaart. Een kaart die eigenlijk deze twee kaarten hier tegenspreekt. Een relatie die naar een volgend level getild wordt. Een nieuwe fase. Het healen van je innerlijke kind en groei. Dus het is belangrijk, denk ik, om een bepaalde situatie los te laten, zodat je kan verder groeien. En zodat je de nieuwe fase in kan gaan met die soulmate waar jullie op wachten. En die jullie aan het manifesteren zijn in je leven. Van de maankaarten. Geloof in het onmogelijke, Ram. Blauwe maan is dat. En dan hebben we het is nu tijd om actie te ondernemen. Dat is jullie kaart. Nieuwe maan in Ram. Jullie eigen energie. Onderneem actie. Het is nu tijd om te geven en niet om te nemen. Nieuwe maan en maagd.
En je harde werk zal beloond worden, Ram. Nieuwe maan in Steenbok. Voor jullie energie hebben we de zwaarden 9. Koningin van Pentakels. Ridder van Kelken. Koning van Staven. En onder op het dek, in jullie algemene energie voor deze reading, ligt de Kelken 5. Wat we op de tafel hebben liggen is dus waterenergie, schorpioen, kreeft, vissen. Vuurenergie, jullie eigen energie, de koning van staven, ram, leeuw, boogschutter. Dan hebben we luchtenergie, tweeling, weegschaal, waterman. En ook aardeenergie, stier, maagd, steenbok in jullie energie. Ik heb het gevoel, Ram, dat jullie in een bepaalde situatie zitten wat je stress oplevert. Wellicht slapeloze nachten. Wellicht word je 's nachts wakker en ben je nog over allerlei dingen aan het denken. Je hebt je hoofd vol zitten. Je gaat uit van het ergste. En dat is ook de algemene energie. De Kelken 5. Negatief denken. Terugdenken aan het verleden. En niet kijken naar de toekomst die er nog voor je ligt. Dus ja, negatieve manier van denken en je down voelen door die manier van denken. Je hebt zoveel zorgen dat je er inderdaad wakker van kan worden 's nachts. En het is inderdaad belangrijk om, om je te focussen op iets positiefs en niet te blijven hangen in deze mindset. En niet uit te gaan van het ergste. Geloof in het onmogelijke en ligt hier ook. Hè? Het is tijd om actie te ondernemen. En het je zorgen maken, dat verbetert de situatie niet. Dan hebben we hier die koningin van Pentakels. Ik heb het gevoel dat dit wellicht de persoon is. De connectie waar jij je zorgen over maakt. Iemand die kan de moeder zijn van een kind, kan een alleenstaande moeder zijn. Dus iemand die heel zorgzaam is. Iemand die heel stabiel is. Ook als het gaat om financiën. Iemand die heel, hoe zeg ik het, genereus, heel praktisch is. Heel gracieus ook. En kan ook materialistisch zijn. Iemand die het belangrijk vindt om zijn financiën goed op orde te hebben. Om te zorgen voor familie, voor gezin. Iemand die heel loyaal is. En iemand die eigenlijk dingen heel mooi kan maken. Alles mooi kan maken. En houdt van familie en van het huis, het gezin. Iemand die praktisch is. Ja, iemand die houdt ook van schoonheid en liefde. En iemand die een gevoelige aanpak heeft in zijn of haar manier van doen. En dan hebben we de ridder van Kelken. Dat is iemand die romantisch is. Iemand die vlucht. Iemand die verliefd wordt. Dit kan staan voor iemand die jou eigenlijk, waar je helemaal ondersteboven van bent. Die eigenlijk swept you off your feet, om het zo te zeggen. Een onverwachte liefde die je niet hebt zien aankomen. En waar je inderdaad slapeloze nachten van hebt. Iemand waar je meer emoties voor voelt als wat je had gedacht. Dit kan ook staan voor een balans die nodig is in deze connectie. In deze situatie. Een emotionele balans. De situatie kan emotioneel uit balans zijn. En het kan inderdaad iemand zijn die op de andere afgaat met een aanbod in de liefde, een expressie van zijn of haar emoties. Ik heb het gevoel dat de koning van staven die hier ligt, jullie energie is, Ram. Dit is iemand die andere mensen inspireert, iemand die heel theatrikaal kan zijn, iemand die ambitieus is, iemand die een leider is en ook de rol van een leider op zich neemt. Iemand die er geen problemen heeft om in de spotlight te staan en om zijn visie te communiceren.
Iemand die ook echt voor een publiek kan spreken. Iemand die heel zelfverzekerd is. En iemand die zijn oog op het doel houdt, op het grotere plaatje. En zijn doel ook wil bereiken. En ik heb het gevoel dat dit jullie energie is. En dat jij naar je persoon toe je liefde wil uiten. En dat zal die koningin van Pentakels zijn. Een stabiele persoon die een grote verantwoordelijkheid draagt en heel zelfstandig is. Je hebt slapeloze nachten daarover en je zit daarover in je hoofd en je bekijkt de situatie op een negatieve manier. Dat kan zijn door wat er in het verleden gebeurd is tussen jullie beiden. Of het kan zijn doordat je in het verleden zelf iets mee hebt gemaakt, waardoor je dat meeneemt in deze connectie en het negatieve ziet in plaats van het positieve. Dus we zullen het zien in jullie energie van jullie persoon. Hebben we de pentakels 4. Staven 3. Kelken 3. Het rad van fortuin. En kelken 10. We hebben dus waterenergie, schorpioen, kreeft, vissen in de energie van je persoon. We hebben staven en dat is vuurenergie, leeuw, boogschutter, ram. Dan hebben we de 4 van pentakels, dus aardeenergie, stier, maagd, steenbok. En we hebben het rad van fortuin en dat staat voor de schorpioen, waterman, leeuw en stier. Dus jullie kunnen eigenlijk met alle sterrenbeelden te maken hebben. Lucht hebben we hier niet liggen. Alleen waterman dan ligt hier op de tafel als het gaat om luchtenergie. Jouw persoon houdt vast aan een bepaalde situatie uit het verleden met de pentakels 4. Jouw persoon beschermt ook haar gezin, haar financiële stabiliteit, haar zekerheid. Wat ze voor zichzelf heeft opgebouwd. Als dit de persoon is, de koningin van pentakels die hier ligt. En een koningin kan ook een koning zijn. Mannelijk, vrouwelijk. Iedereen heeft beide energieën in zich. Dus kijk hoe het resoneert. De 4 van pentakels is een energie van vasthouden. Ook goede, doordachte beslissingen maken als het gaat om financiën. Je financiën beschermen, je hart beschermen, je gezin beschermen. En dan hebben we de staven 3. Wachten tot je schepen binnenkomen. Het kan zijn dat jullie op afstand, dat er een afstand is. Het kan echt een fysieke afstand zijn. Dus dat degene in een andere staat of provincie of in een ander land zelfs woont op dit moment. En wat jouw persoon wil is een samenkomen. Deze persoon wil jou face-to-face ontmoeten, wil met jou tijd doorbrengen, wil dit vieren. De kelken 3 is een energie van viering. Deze persoon wil met je samenkomen, deze persoon wacht wellicht totdat jij de eerste stap neemt. Dan hebben we het rad van fortuin. Het rad van fortuin is een nieuw begin, is iets wat door het universum, het goddelijke wordt aangegeven. Het is het lot. De dingen, het rad draait zoals het universum wil dat het draait. Op de juiste tijd zal deze situatie naar een andere fase, naar een nieuw level getild worden. Mocht je ronddraaien in cirkels met deze persoon, dan komt daar nu een einde aan. En het is het rad van fortuin. Dat spreekt van succes en ook financieel succes. Fortuin, overvloed, succes wat er naar je toe komt. En dan hebben we de kelken 10. Dat is eigenlijk een sprookje. Emotionele vervulling. Happily ever after. Een gezin, kinderen, stabiliteit. Iemand die jouw emotionele vervulling schenkt. Dus succes op elk gebied met het rad van fortuin. Ik ga die kelken 3 verklaren. Waarom ligt hier de kelken 3 voor de persoon van Ram? Waarom ligt hier de kelken 3? De
keizer. En gerechtigheid. De keizer is iemand die alles heel analytisch, heel gestructureerd wil. De keizer is een leider. Neemt die leiderschapsrol op zich. De keizer is iemand die wil beschermen. De keizer is de kaart van de ram. Kan zijn dat jullie met een ram te maken hebben. Gerechtigheid is de kaart van de weegschaal. De gerechtigheid staat voor gerechtigheid die er komt in een bepaalde situatie. Maar ook voor balans brengen in een bepaalde situatie. Dus jouw persoon kan een echte leider zijn. Kan ook een dominant figuur zijn. Die de controle graag heeft over een bepaalde situatie. Die gerechtigheid wil. Die balans wil in een situatie. En ja, balans in de situatie is inderdaad een samenkomen. Een vieren van tijd met elkaar doorbrengen. Iets vieren, genieten van de tijd met elkaar. En dat zijn twee grote arcana kaarten. Hier hebben we nog een grote arcana kaart. Het Rad van Fortuin bij je persoon. Dus dit spreekt van een grote verandering in de toekomst. Een nieuw pad op zijn of haar reis met het Rad van Fortuin. Waarom ligt hier het Rad van Fortuin bij de persoon? Ja, Rad van Fortuin. Een nieuw begin. Een nieuw begin wat passie met zich meebrengt. En jouw persoon wil een nieuw passioneel begin met jou. Een grote verandering. En loopt weg van een bepaalde situatie van conflict. De kelke 8 is weglopen van een bepaalde situatie. Voelen dat je een nieuwe fase ingaat in je leven. Je een andere richting op moet gaan. Die persoon gaat zijn passie volgen. Gaat stoppen met het ronddraaien in een bepaalde cirkel. En gaat een nieuwe reis aan in zijn leven. En die nieuwe reis, het doel van de nieuwe reis is om emotionele vervulling te vinden in deze situatie. Waarom ligt hier de kelke 10? Voor de persoon van Fran, de kelke 10. Ja, jouw persoon heeft plannen gemaakt. Zit nog in een soort van wachtfase. Maar we hebben hier staven 2, plannen maken en tot actie over willen gaan. Situatie bekijken, de 2 van staven. De 2 staan altijd voor 2 situaties. Van de ene situatie naar de andere situatie gaan. En we hebben hier de keizerin. Dus we hebben gewoon de keizer en de keizerin op de tafel. Dit spreekt van een diepe connectie. De keizer maakt plannen. Ik heb het gevoel dat dit de energie is van je persoon. Of van jouw energie. Dat kan natuurlijk. Maar ik heb het gevoel dat dit jouw persoon is. En jouw persoon ziet jou als de keizerin. Iemand met wie hij of zij kan groeien. Een vruchtbare relatie kan aangaan. Een stabiele basis kan bouwen. Dit is vruchtbare energie. Een gezin kan stichten. Kinderen mee wil hebben. Iemand die zorgzaam is. Iemand die loyaal is. Dit is gewoon het sprookje. Dit is wat jouw persoon met jou wil. Emotionele vervulling. Degene ziet jou als de persoon die hem of haar emotionele vervulling kan brengen. Voor de uitkomst. Voor jullie ram. Nogmaals. Het Rad van Fortuin. Als eerste kaart in je uitkomst. Dat is een prachtige kaart. En dit is echt divine timing. Dingen gebeuren wanneer ze moeten gebeuren. Dit is echt aangestuurd vanuit het universum met het Rad van Fortuin. Succes in de situatie. Het einde van een bepaalde cirkel. En het begin van een nieuwe reis. Een nieuwe fase in je leven. En hier de Aas van Pentakels. Een nieuw begin. Een stabiel begin. Een grote verandering die jouw stabiliteit en zekerheid gaat brengen. Iets voor de lange termijn.
staven 7. Opkomen voor jezelf. Jezelf beschermen, jezelf verdedigen is dit. Staan voor waar jij in gelooft. En de 2 van zwaarden in je hoofd zitten. En niet weten welke beslissing in een bepaalde situatie te maken. Dus die zal ik zo gaan verklaren. Waarom ligt dit in de uitkomst? Geduld. De gematigheid. Boogschutter energie. Geduld. Heb geduld. En bekijk de dingen niet heel zwart-wit. Want dit is ook een kaart van balans. En we hebben hier de 2 van zwaarden. Balans brengen in een situatie. Water bij de wijn doen. Waarom ligt hier allereerst de 7 van staven voor de uitkomst? Ja, 9 van pentakels. Een nieuw begin, het einde van het ronddraaien in cirkels met het Rad van Fortuin. Een nieuw begin met een grote verandering die stabiliteit en zekerheid brengt. En dan hebben we de 7 van staven. Jij beschermt, of de 10 van pentakels, ik dacht dat het een 9 was. Je beschermt je gezin, je beschermt de zekerheid. Ja, je wil hiervoor vechten. Voor deze zekerheid, voor deze stabiliteit. Dus dat verdedig je, het nieuw begin. Je gezin, je familie staat het voor, ja. En dan hebben we onder op het dek de krachtkaart, leeuw. Heel mooi. Moed, durf. Waarom ligt hier de 2 van zwaarden? En de uitkomst voor de ram, 2 van zwaarden. 2 van zwaarden is niet weten welke keuze te maken. Je wilt je hart volgen. Je wilt je hart volgen, je emotie, het avontuur aangaan van de ene kant. En gewoon in het diepe springen. Alles loslaten, positief zijn, optimistisch, de zon tegemoet. Maar van de andere kant hou je vast aan je stabiliteit, aan je gezin, je familie, financiële stabiliteit. En ben je bang om dit los te laten, op de een of andere manier. Maar hier ligt het Rad van Fortuin en de Aas van Pentakels. Er wordt je waarschijnlijk een nieuw begin aangeboden door iemand. En je bent toch bang om die stabiliteit die je voor jezelf hebt gecreëerd te verliezen. Maar dit kan een nieuwe stap zijn in je leven, een nieuwe reis. En dan ligt hier de gematigheid. Waarom ligt hier de gematigheid? Dus het kan zijn dat jullie nog je twijfels hebben. Kan ik zomaar dat avontuur aangaan met deze persoon? Kan ik erop vertrouwen? Dat ik mijn stabiliteit, mijn zekerheid behoud. Want dat wil je niet loslaten, je zelfstandigheid. Waarom ligt hier de gematigheid? Staven 3. Leeuw, ram, boogschutter. Jullie eigen energie en de magier. Wachten tot je schepen binnenkomen. Inderdaad, zoals ik zei, deze persoon kan op afstand zijn van jullie. Je manifesteert het. En het kan een tijd duren met de gematigheid. Doordat je zelf wellicht in je hoofd zit en niet weet welke keuze te maken, in het diepe te springen, je hart te volgen, je intuïtie te volgen of vasthouden aan die stabiliteit die je hebt, manifesteer je wellicht dat het nieuw begin uitgesteld wordt. Dat is wat jij manifesteert naar het universum toe. Met die kaart, de magier en de gematigheid. Maar het nieuw begin ligt er. Dit is een aanbod wat jij gaat krijgen, ram. Waarom ligt hier de aas van pentakels? Iemand
gaat komen met een stabiel aanbod. Jouw persoon wil die emotionele vervulling, die mooie kaarten wat hier liggen op de tafel. Negen van zwaarden. In zijn hoofd zitten en dat lag in jouw energie. Dit is waar jij over in je hoofd zit, maar wellicht je persoon ook. Koningin van Staven. We hebben hier de koning van Staven en de koningin van Staven nu. Een nieuw begin. In je kracht staan, je hart volgen, je intuïtie volgen. Dus iemand die heel empathisch is, maar in zijn hoofd zit. Stress heeft om een bepaalde keuze te maken als het gaat om een nieuw begin. Het einde van een bepaalde cirkel. Dat kan ook heel eng zijn om los te laten, het verleden los te laten. Maar dat is wat er gaat gebeuren. Een nieuwe cirkel begint, een nieuw aanbod. Als het gaat om stabiliteit en liefde, gezin, zekerheid, financiën, noem maar op. Maar jullie zullen in de maand oktober toch nog in een soort van twijfel zitten. Dus resoneert dat, dan laat het me even weten. Ik ben altijd heel benieuwd. En ik wil nog één boodschap van de Soul's Journey, om de reading mee af te sluiten. Nog één boodschap voor de ram in oktober in de liefde. Ram. En ik heb echt het gevoel dat de dingen gebeuren zoals ze moeten gebeuren. Met de gematigdheid en het rad van fortuin twee keer. Er zal zeker een nieuw begin, grote verandering, stabiliteit en zekerheid, succes hierin komen. Fortuin. Je financiële situatie zal ook vooruit gaan. Welke boodschap, universum, kunt u mij nog geven voor de ram, voor oktober? Ja, dankjewel. Even kijken. Self-esteem, zelfvertrouwen, ram. I possess gifts of the soul that benefit me and others. Ik bezit geschenken van de ziel die goed zijn, niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen. Dus heb zelfvertrouwen. En daarmee eindig ik deze reading. Resoneer het, geef me een like. Abonneer je op mijn kanaal, druk op die bel. Dan kunnen jullie zien wanneer ik een volgende reading post. En voor iedereen die zich al heeft geabonneerd, hartstikke bedankt. Ik waardeer dat heel erg. En laat me weten hoe deze situatie voor jullie uitgepakt heeft. Ik wens jullie heel veel succes, goede gezondheid en tot de volgende keer. Dag!